Hello, everybody. Good evening. Finally, did we find the button to raise the curtains? And we keep them up high. Don't overdo it. Now, you all know I'm a poker player, and it's a challenge to be here and do the album, and they played a big part in it. Together with a lot of people who are here in the audience to make it, to realize a small dream, who became a big dream, who became a challenge, and then suddenly the album is there. But then again, I have to tell you something. We're here in Vegas. You got 500 great shows. I invite you for the launch of the album, and I will do my best. But if you say, I don't know, you can go outside, and the moment you get outside, you have a choice of 500 great shows. So take it like a bad beat. I thought, if I'm gonna do the challenge and make an album, I want to launch it in the Bellagio Fontana. Just to be so easy, that the hard way, it's a price you have to pay. I found that love was no friend of mine. To play and to win, but you je zag toch daar mensen zitten die denken, oké, nou, die komt dan. En Marcel speelde het dan ook mooi, want hij zei altijd, nou, ik weet niet, ring maar even door, want het kan wel vreselijk zijn voor jullie straks. En toen gingen mensen denken, oh, maar uiteindelijk was het echt, het was jammer dat hij niet meer zong, iedereen wilde meer. I'm stuck on you, I got this feeling now deep in my soul, that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Ja, Marcel kon zeker echt zingen. Het is echt een live show in Bellagio. Het was best wel relaxed. Gewoon een bakertje erbij, een stoeltje, wat muziek was dat zo. Gezet is, dan is de druk eraf. Ik vond echt gewoon dat hij goed kon zingen, moet heel eerlijk zeggen. En het gaat toch om zijn dromen, het is meer een soort van freeroll. Wordt het niks, dan heeft hij het alsnog gewoon gedaan, als ze de uitgebracht. En wordt het wel wat, dan alleen maar beter. Dus ik denk niet dat hij beter had kunnen beginnen. Ik ben blij dat hij gedaan heeft wat ik hoopte. En ik wist dat hij het kon. Nou ja, natuurlijk is een pokerspel, maar het is gewoon mooi dat hij zijn hobby, zijn droom, hij doet het gewoon. Hij scheidt aan iedereen en hij doet het. En dat is mooi. Ja, vind je goed? Geloof ik. De meeste mensen bleven zitten tot het eind. Ik ben niet naar het toneel gegooid. Dus ik ben heel tevreden over hoe het gegaan is. De jongens ook, iedereen was zijn blij.
no angel. Echt leuk. Het is toch een beetje in het diepe springen, weet je wel. Ja, en om het dan toch zo te doen voor al die mensen. Om gewoon er te gaan staan en gewoon te doen, eigenlijk tof. Het verhaal is ook goed eromheen, lekker gezellig. Ja, dat is leuk. En dat klonk ook nog wel redelijk. Ja, dan als je mond gooit dan... Nee. Hij is slim hoor. Of ik doe... Ja, ik loop wel leeg. Ik denk niet dat het in Diemen hetzelfde effect had gehad. En als je dan iets doet en je krijgt die kans, kan niemand me kwalijk nemen. Ik zeg, hey. Dus voor mij was het zo van, ik heb het lang over nagedacht. Hoe stom ga ik eruit zien? Is dat in verhouding te accepteren? Hè? Nou, ik kan mijn eigen stom maken wanneer ik wil. Daar heb ik geen probleem mee. Dat doe ik dagelijks en zoek het me uit. Dat ben ik, hoe ik ben. En er zijn geniale momenten en er zijn hele stomme momenten. Maar voor mezelf heb ik afgewogen. Ik ga het doen. Ik denk dat het leuk genoeg is voor de mensen die positief denken over me. En irritant voor mensen die negatief denken. Maar die moeten dan gewoon een ander programma opzetten. En met deze mooie woorden nemen we afscheid van Marcel en Las Vegas. Voor alle informatie over dit programma ga je naar morethanjustagame.nl. Volgende week zijn we weer terug en dan gaan we met Fatima naar Parijs. Zij gaat daar deelnemen aan het programma Stars of Poker. Tot dan! Hi, I'm Fatima Mouraille Mello and I'm from Holland. Les six finalistes ont pris place autour de la table finale. On a Eric Oskas et Fatima Moreira de Mello.